Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De tijd is weer aangebroken dat Aldi Nederland weer vuurwerk gaat verkopen. En ja, ineens uit het niets verscheen ineens de website van Aldi Nederland dat er vuurwerk te verkrijgen is vanaf 14 december op een woensdag. Een hele gekke datum, want normaal kwamen ze een beetje aan het begin van de kerstvakantie op een zaterdag. En dus ja, ik was niet echt op voorbereid dat het nu in deze tijd zou voortkomen. Maar goed, op het moment dat jullie deze video nu online zien, is het al wat later. Dus dan kunnen jullie het al halen en kopen. Het is best wel opvallend dat ze ineens zo vroeg in het jaar komen. Ik weet niet waar dat te maken heeft, maar ik denk omdat de Lidl ook al ietsjes eerder is dan de Aldi al, dat ze denken van weet je wat, we gaan erop inspelen. Maar goed, we gaan eventjes hun website bekijken, kijken wat ze allemaal hebben. Want ja, het is natuurlijk super goedkoop categorie 1 vuurwerk. Ik zou zeggen, zie je deze video op dit moment en wist je nog niet ervan af, zou ik als de donder nu naar de Aldi gaan. Want echt serieus mensen, ik kwam vorig jaar een uur nadat de Aldi ging verkopen en toen was alles alweer weg. Nou, ik had gelukkig alles nog, kunnen jullie zien in de vorige Aldi video. Maar goed, lang verhaal kort te maken, we gaan nu beginnen en dan gaan we die site even bekijken. Wat ze, misschien hebben ze wel nieuwe producten, dus let's go. Nou, allereerst zien jullie hier de website. Er staat natuurlijk op dat het vanaf 14 december verkrijgbaar is. Dat is het al geweest, dus jullie kunnen het nu al kopen. Ze verkopen aan personen vanaf 12 jaar. Ik ga ervan uit dat jullie wel allemaal 12 zijn, dus dan is er geen probleem. Volgens mij was de Action vanaf 16 jaar. Ja, dat scheelt ook weer 12 jaar. Kunnen jullie allemaal dat halen. En we gaan gewoon eventjes rustig, gaan we de producten bekijken. Sowieso per product hebben ze ook een videootje erbij staan volgens mij. Met, dan kan je kijken wat het doet en zo. Vind ik niet zo interessant, want ja, we weten allemaal wel wat een fontein doet. En wat een knetterlint doet. Maar goed, jullie kunnen het even zelf opkijken als jullie dat willen. Maar ja, we gaan eventjes de producten doorlopen. Allereerst zien jullie hier natuurlijk het vuurwerkpakket XXL. Die hadden ze vorig jaar ook. Ja, er is niks nieuws aan volgens mij, zoals ik het zo zie. Ja, 8 euro voor zo'n pakket. Het is natuurlijk makkelijk om die erbij te hebben om een beetje te kloten. En het zitten ook van die kleine dingetjes in. Maar goed, ik heb hem volgens mij 1 jaar gehad of zo. Maar ik vond het niet zoveel aan, dus ik ga hem ook niet meer kopen. Daarnaast zie je natuurlijk het siervuurwerkpakket. Er zitten volgens mij iets meer fonteinen bij dan grondvuurwerk. Die is een euro duurder. Daarnaast fonteinenmix, dat is wel dat vind ik best wel een leuk pakketje. Ik bedoel, wij houden best wel veel van fonteinen. Ja, die heb ik volgens mij 1 jaar gehad. Er zitten 30 fonteinen in. Daarnaast zie je natuurlijk het vuurwerkfeestpakket. Dat is natuurlijk, zoals ik vorig jaar al aangeef, geen vuurwerk in mijn ogen. 3 euro en eerder wat confetti dingen en zo. Daaronder zien we de wondertollen komen. En die zijn natuurlijk super goedkoop. Dat zijn de 80 voor 3 euro. Dat is echt een spotprijs. Ik snap niet hoe ze dat zo goedkoop kunnen aanbieden. Maar goed, het is zo. Wondertollen, 3 euro voor 80 stuks. Kan je leuke projecten mee maken. Daarnaast zie je natuurlijk de knetterballen, de oude vertrouwde. 60 stuks in zo'n doosje. En iedereen kent ze wel. Misschien heb ik hier nog een verpakking ervan. Ja, kijk. Deze nog van vorig jaar, mensen. Er zit ook wat stof op. Maar dit is zo'n pakje ervan, er zit niks meer in. Daarnaast zie je de knetterballen XXL. En dat is nieuw dit jaar, dat weet ik 100% zeker. Want die heb ik vorig jaar niet gezien bij geen enkele Aldi. En dat zijn, ja, hoe ik het altijd noem, de cherry tomaatjes van de Aldi. 25 stuks, ook niet duur voor 4 euro. Misschien voldoen ze aan de Rambo, misschien ook niet. Denk het niet eerlijk gezegd. Maar we gaan zien, ik ga er denk ik wel een pakje van kopen. Puur om het te testen natuurlijk. Daarnaast zie je de voetzoekers XXL. Er zitten er 16 van in een doosje. Volgens mij had je die vorig jaar ook al, ja, ik weet het bijna zeker. Maar ik denk dat ik dit jaar wel een pakje ervan neem, want ik zal er even op kijken. Dan kunnen jullie gelijk zien dat er ook natuurlijk een videootje af te spelen is ervan. En die opent dan hier zo. Kijk, dan zie je gewoon een goed beeld ervan wat het doet. Jammer dat hij niet in de lucht gaat trouwens. En voor de rest wat natuurlijk ook wel nice is, is de ratellinten. Natuurlijk andere woord, hoe wij het altijd noemen, knetterlinten. Er zitten er 60 van in, voor een prijs van 3 euro. Wij gaan daar echt super veel van halen straks. Daarnaast zien we natuurlijk sterretjes. Is ook super goedkoop. 48 stuks. Oh, ik snap hem al. Er zitten dus 48 stuks in. En er zitten 2 formaten in. De ene is 16 centimeter. Er zitten er 30 van in. En de andere is 30 centimeter. En er zitten er 18 van in. Voor een eurotje. Nou, die moet je er sowieso bij nemen. Daar kan je altijd wat leuks mee doen. Daarnaast zie je nog het vuurwerk veiligheidspakket. 2,50 euro. Kijk, die kan je erbij nemen natuurlijk. Dat is ook super goedkoop. Zo'n pakketje. En dan heb je voor oud en nieuw ook met echt vuurwerk. Ja, heb je dan die veiligheid. En voor mij ook heel veel vuurwerkwinkels leveren die dingen. Inclusief je vuurwerk als je het ophaalt. Nou ja, ik zal zeggen. De website is natuurlijk al open. Jullie kunnen het zien. Maar in de winkels is het ook te verkrijgen. Dus zelfs de mannenmoeder zou ik naar de Aldi gaan. Dit is echt zo snel uitverkocht. Dat is niet normaal, mensen. Maar in ieder geval, ik ga heel snel er naartoe. Want ik ben echt bang dat alles al weg is. Dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan laat ik jullie precies zien wat ik heb gehaald. En
Misschien gaan we nog wel wat afsteken. Ik zie jullie zo. Sorry? Ik ben een foto maken, maar mag niet. Mag geen foto's maken? Nee. Waarom niet? Maar de Aldi mag niet. Maar dit is toch dit is goede reclame? Ja, dat weet ik, maar ze zijn heel vervelend hoor. Ja, echt? Ja. Fuck you! Ja mensen, we zijn weer terug. We hebben twee goede volle tassen gehaald. En die vrouw werd een beetje boos dat we aan het filmen waren. Maar ik had er gewoon scheid aan, ik bleef gewoon doorfilmen. Want ze moest weten hoeveel reclame we maken voor de Aldi. Ja, we hebben twee goede tassen gehaald. Natuurlijk zien we gelijk al het nieuwe product. Dat zijn die XXL knetterballen van de Aldi. Oftewel de cherry tomaatjes. Ik ga even kijken hoe die zijn. Of ze misschien harder knallen dan de Cobra 6. Ik denk het wel eigenlijk. Ja, best wel nice. Die zijn nieuw dus. In ieder geval bij onze Aldi. Hier pak je foodzoekers. Die waren er vorig jaar al. Maar we hadden ze niet genomen omdat... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar we hadden ze niet genomen. We hebben er dit jaar wel een keer een pakje van. En in deze... Oh ja, hier zie ik nog een pakje groenbloemen. Dat gewoon erbij, leuk. 80 stuks. Voor mij ook 3 euro of zo, 3, 4 euro. Geen geld. En in deze tas zit eigenlijk alleen maar knetterlint. Moet je kijken mensen, we hebben gewoon volgens mij een stuk of... We hebben volgens mij een stuk of 11 knetterlint gekocht. Ik zal ze even eruit halen voor jullie. Er zijn er hier 4. En in deze tas, mensen, zitten eigenlijk alleen maar knetterballen. Kijk maar. En als het goed is, hebben we er daar ook 11 pakken van ofzo. Ik zou het eigenlijk niet weten. We hebben echt wel wat goede dingen ingeslagen hoor. Zoals jullie kunnen zien, die nieuwe knetterballen hier. Die XXL. En ratellinten. Ik denk dat we even wat moeten afsteken. Even kijken hoe het is. Dus ik neem jullie mee. Zo, we gaan dit even doen. Voor wat kleine dingen. Het zijn precies de dingen, alles wat we hebben gehaald. En dan gewoon eentje ervan of een aantal. Dus niet alles. Even die voetzoeker doen eerst. Kijk uit hoor, dadelijk gaat het in je hand. Wegwezen. Ja, is best nice nog, toch? Zelfs een stormaansteker kreeg je niet aan. Daar heb ik gewoon... Zo! Levensgevaarlijk, mensen! Prachtig. Zo. Weer zo'n chicken. Kijk, zo. Ja, maar er zijn alsnog maar 2. Ja, ja. Hey. Die is een goeie, man. Hey. Ik heb het open. Zo. Van de dieren. We gaan... Ja, dan moet je... Juist. Even kijken, sherry tomaten. Iron politie opbellen. Knetterballetje. Of sherry tomaatje. Zo. Linten der linten. Hou je hem in je hand? Nee, dat ben je gek. Ja. Dit doen, niet? Jongen, jongen. Die ging niet goed, die hadden we te goed vastgedingest. Knetterballetje. Best nice, die dingen. Ja mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan even een like achter. Morgen om 4 uur gewoon weer een nieuwe video. Tot oud en nieuw hebben we dagelijks een video mensen, om 4 uur. En dat zijn echt zieke video's. We hebben echt tering lang aan gewerkt. Dus hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je bij de volgende video. Ciao.